Vandaag waren we bij de opening van de 258 zonnepanelen op het zeegebouw van het Jan van Brabant College. Zelfs de wethouder was bij deze speciale gelegenheid. Ik ben wethouder in Helmond en wij vinden duurzaamheid als gemeente Helmond ontzettend belangrijk. We willen in 2035 als gemeente klimaatneutraal zijn. Maar we weten ook dat we dat niet alleen kunnen. Als wij gewoon alleen onze eigen gebouwen gaan doen of alleen de dingen waar we zelf voor verantwoordelijk zijn, dan halen we dat helemaal niet. En daarom zijn we heel erg voor initiatieven vanuit de stad, zoals deze. Dus we hebben ook geholpen om de zonnepanelen hier op het dak te krijgen. En het is natuurlijk wel leuk als er dan zo'n formele opening is om er als wethouder ook bij te zijn. Hoe lang zijn jullie nu met dit project bezig geweest? We zijn ermee begonnen in de derde. En toen zijn we er denk ik een maand of 2-3 mee bezig geweest. En toen heeft het dus een tijdje plat gelegen. En nou na 2-3 jaar is het eindelijk gerealiseerd. En ben je trots op de uitkomst? Ja, heel erg. Ik ben erg blij dat het gewoon een project is wat je van plan bent om te gaan doen. Dat het dan ook gewoon serieus op het dak komt te liggen. Dat is wel echt heel erg gaaf. Dus daar ben ik wel blij mee. Bent u trots op uw leerlingen? Ja, absoluut. Ik denk dat ze heel mooi werk hebben gedaan in dit project. Het was ook heel leuk om te doen met ze. We zijn heel rommelig begonnen eigenlijk. Zoals dat in de werkelijkheid vaak gaat. Hè. Het is allemaal niet zo voorspelbaar zoals in de leerboeken. Maar mede door de inzet van de leerlingen heeft het zich wel uitgekristalliseerd. Is het helder geworden en ja, uiteindelijk gelukt. En wat heb jij nou precies gedaan tijdens dit project? Ik heb mezelf bezig gehouden met de financiële gegevens. Dus hoeveel besparen ze, hoeveel kilowattuur kan zo'n ding aan, hoeveel kost het en dan wat de terugverdientijd. Dus echt puur met de cijfertjes en natuurlijk met het presenteren van het project. En hoop je dat de school nou verder gaat met dit soort initiatieven? Ja, absoluut. Je ziet, met dit project is het hartstikke goed gegaan. Het is zonde om het nou stop te zetten. Dus ik vind het zeker een stap naar een goede richting. En dankzij dit project hebben meneer Oenbach en ik met elkaar overlegd. Dit is zo leuk, dit is zo goed gegaan. Dit gaan wij vaker doen. Dank u. En wat hoop je nu dat het vervolg wordt op deze school met duurzaamheid? Ik hoop dat dit een heel erg mooie eerste stap is op het gebied van duurzaamheid. En ik hoorde net de directeur ook al zeggen van nee, dit heeft echt heel veel losgemaakt. En wij zien dit ook echt als een eerste stap om bijvoorbeeld hier verlichting te gaan vervangen. Dus ik vind het wel heel erg mooi om te zien hoe zoiets wat uit een aantal leerlingen ontstaan is, nu ervoor gaat leiden dat heel Jan van Brabant veel duurzamer gaat worden.